Hallo, ik ben Zalm en welkom bij de 2 meter uit elkaar sessies. En ik begin altijd met een klein praatje, dat ga ik nu dus ook doen, want dan lijkt het net alsof het een live showtje is en zo. Want het is gewoon een live showtje bij jou in de huiskamer. Maar ik ben dus Zalm en voor het dramatische effect komt er nu een introotje en dan kom ik op en dan weet je dat. Veel plezier. Ik ben dus Zalm. Nou, laten we eens beginnen. Jij in het algemeen waar je zin in hebt? Ja. Nu gewoon wel zin in heb. Ze kunnen allemaal de mos steken. Ik heb wel scheid aan. Nou, vertelt u maar wat is hier aan de hand? Dat we zo'n overlast van de buurman hebben. Je hebt overlast van de buurman? Ja. Wat doet hij dan? Hij terroriseert ons met onder andere op de muren bonken. Door hier het huis. Ik ben eigenlijk daar tegenaan gaan slaan, omdat die zee niet rustig bleef houden. Ja. Je raakt de banen van mijn sokken. Ik sta hier midden op de rijweg. Dan kan je toch ook gewoon terug. Wees blij dat ik rem en even wacht op je. Nou, zeg, doe maar. Maar kaleren laaien, buik ik je het ziekenhuis in. Nou, dan moet jij kijken wat er met jou gebeurt. Ja. Doe dan, ik ben echt niet bang hoor. Nee, dat zou ik maar niet doen als het jou was. Wat een aanzel. Die goede oude tijd is. Is altijd zo goed, die gaat nooit weg. Ik heb met haar op de foto gestaan. Ja, dat waren de eerste 5 liedjes, 5 geloof ik. Nou, welkom bij. Oh, dit is die kant die de slachtoffers ook even bedoelde. Kijk, nou komt die blik. Hey, ga nog niet aan me zitten, vriend. Vriend? Ja, wat ach. Ja, wat doe eens normaal, man. Wat ach. Hey Henny, hoe is het? Henny, godverdomme, ze kut me vol. Hoe heet je dan? Ja. Ja, benieuwd.
je niet meer. Dat ding gaat gewoon in de fik altijd. Als er eentje met de rekening komt, gaat hij in de fik. Gaat wel wat meer cultuur proeven ook de komende jaren. Als je nou denkt van dan wil ik thuis terugluisteren. Technisch gezien ben je het al thuis aan het luisteren, maar je kan het ook nog een keer downloaden. En dan kan je kijken hoe het klinkt met samples van vocalen van beesten en zo. Het volgende nummer gaat over Helbe bezoeker van cultuur. Gaat wel wat meer cultuur proeven ook de komende jaren. Nou, ik ben zelf al vervent bezoeker van cultuur. Het ligt aan de instantie zelf. Amsterdam ken je nou direct toch? Of, ja, of ben ik zo lom? Ja, nee. Ik heb al veel loon gehad, maar zo gek ben ik niet. Nee, want een wetboek ken ik ook. Pas ik het tegen aan de slider. Ja. En dan niet met plakant, dan draai je hem door of dan ook. Nee, volle wijf, recht op die ogen. Kan ook, drugs kan ook, maar betalen ho maar. Ja, natuurlijk. Waarvoor moet je betalen? Precies. De volgende twee liedjes die zing ik normaal altijd met Koert de Geus. Maar Koert komt eigenlijk in Tilburg en dan vind ik een beetje onveilig om hem mee te vragen. Want dan moet hij met de trein zitten, andere mensen op. In die trein, dat is shit. Dus deze Koert, je weet ook. Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving. Nederland is geen christelijke natie meer. In de samenleving lijkt uitgespeeld. Internship about art, what do you think about this? My husband is antiquaire. I like all this. My husband is antiquaire. Oh, mensen lief zeg, hé. Oh, mensen lief zeg. Oh,
vreselijk. Als iemand een moeilijke beslissing maakt om abortus te plegen en u zegt van nou ja, we willen alle goed voor zijn, en er staat hier met van die borden van abortus is moord. Want dat is toch gewoon gelul? Ik vraag me altijd af van mensen die dat willen, waar ze zich mee bemoeien met het leven van andere mensen. Ik krijg het in geen meer, ja. Wat is nou wel goed? Vraag ik me ook af. Nou, wat krijgen we nou? Heel die kabinet, weet je, zijn voor mij allemaal pedofielen. Pedofielen? Opofferen, kinderen opofferen. Het gebeurt er, Mattie. Je moet gewoon geen politiek, gewoon bom erop. Linkse hobby, zo worden ook wel activiteiten genoemd waarvan mensen vinden dat het geen geld hoeft te kosten. Slaan, dat kan ook iedereen, toch? Het is alleen maar liefde, man. Ik heb alleen maar liefde dat jullie allemaal zijn gekomen vandaag. Het tweede wat ik wil, is nog een feestje bouwen met jullie. Ik wil een hele grote rondje, een hele grote rondje. Daniel opgenomen op een seut. Ik heb opgenomen met Daniel op een seut.
gemaakt voor? De Partij van de Armoed. A voor Armoed, maar ik bedoelde Partij van nog wat. Dan? Ja. Nee, beter hè? Oké. Ik kon nu eigenlijk een soort van het laatste nummer, of het ene laatste nummer. Kijk, check die zalmpokkers op Bandcamp, je weet het. Vijf minuten en ik ga echt niet vijf minuten hier een beetje irritant gaan staan doen. Dus ik dacht eigenlijk van ja, weet je, ik ga gewoon door naar het laatste nummer, want echt die... Anyhow, het laatste nummer heet Bonussen voor topbestuurders en meer van dat soort ongein. En het staat op mijn eerste plaatje en het heet Het Neusje van de Zalm van Zalm. Die kan je vinden op de Barreux Bandcamp. Of op cassette. Normaliter zou ik na de show die shit gaan verkopen. Maar dat gewoon niet. Dus ik zou bijna zeggen. Ik plak het eigenlijk hieronder een linkje in. Naar de verkoop van Tepi. Dat is marketing jongens. En anyhow. Nog veel plezier. Met die 2 meter uit elkaar sessies hier. En jongens. Blijf veilig. Thank you.
mensen lief zeg ik. Oh, mensen lief zeg. Oh, mensen lief zeg ik. Oh, mensen lief zeg.